hier is dus vuurwerkcontrole. Dus één ding is zeker. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. We zijn op dit moment bijna in België. Is dat nou politie? Hey. Nou, jongens, de camera start en je ziet hier gelijk al politie. Moet je kijken. Want we rijden bijna richting de grens. En ze kunnen nu wel eens misschien kentekens controleren. Hey. Grappig, man. Dat is voor het eerst dat ik die wat meemaak. Ik zie echt nooit politie hier. Nee. Ja, wat hebben we nou weer? Volgens mij... Is dat een handhaver? Is dat een handhaver? Hey, ze hebben hier controle, denk ik. Zullen we eens even kijken? Dat is handhaving. Ja, maar wat doen die? Ja, man. Politiecontrole. Oh, dat is ziek. Maat, we rijden even daarheen, ja? Ja, yes, jongens, deze video krijgt ineens een hele andere wending. Maar er staat dus controle hier. Hoe ziek is dat? En film maar eventjes. Bij de action dus. En we rijden gewoon naar rechts. Hebben we geen vuurwerk bij ons? Nee. Kijk, let op dat hij, ons sowieso gaat aanhouden. Film maar. Ja. Kijk, let op. Hij gaat ons sowieso aanpakken. Ja. Kijk, want hij ziet nu een jongere. Let op. Oh, nog meer politie ook. Nee, maar kijk hier rechts, vriend. Je hebt het niet gezien. Kijk daar. Hey. Oh. Heb ik in het vuurwerk? Hier is dus vuurwerkcontrole. Dus één ding is zeker. Wij nemen al nooit wat mee over de grens. Ja, en er is een Piet minder dit jaar. Ja, want die Piet wordt ook gepakt. Ik ga stuk. Oké. En wij worden er niet uitgepakt. Controle in België, jongens. En je ziet hoe het gebeurt. Er staat dus één handhaving staat dan bij de weg. Die dirigeert je. En we zagen al het vuurwerk buiten liggen. Had je gefilmd naar buiten? Ja. Goeie, man. Je zag al het vuurwerk liggen daar. Dus allemaal legale cakes en shit. Dat mensen gewoon de lul zijn. Dus kijk altijd uit in België, jongens. Jongens, zelfs daar op het bord staat er. Let op vuurwerkcontroles tot 29 december. Dus waarschijnlijk is die controle er... Vanwege het feit dat je dus nu nog niet vuurwerk in je bezit mag hebben in de auto. Maar we zagen het wel nu een keer. En ik moet je zeggen dat het te bizar voor woorden is. Want in 10 jaar tijd ben ik altijd op zoek gegaan naar deze controles. En wij reden er gewoon langs. Dus ondanks het feit dat wij niet het signaal kregen van die handhaving van deze kant op. We willen jullie controleren. Reden we wel die kant op. En zelfs niet eens met een camera. Yo, gek. Yo, eetcafé. Zo. Daar ook, kijk dit. Yo. Overal controles, vriend. Overal wordt gecontroleerd nu op dit moment. Wat ze vaak doen, want we rijden nu Baarle in. En we zien nog geen politie uiteraard. Maar wat ze vaak doen is hier gewoon kentekens controleren bij de winkel zelf. En die spelen ze dan door daar. En dan pakt die handhaver pakt dan jou eruit. Maar het was wel bizar voor woorden dat die camera aanging en ik wilde praten. En ook bij dat eetcafé stonden ze dus te controleren. En zag ik al dat er gewoon blokken uit de auto werden getild. En dat alles... hier, daar reden ze. Altijd als die camera aangaat vandaag. Die camera gaat aan en is competitie. Ja. Jongens, echt een magneet, joh. Ik heb hier echt serieus dezelfde politie gezien. Ik zie nooit zoveel politie. En nu? Nog nooit. Oh, hier is Jan. Ja. We moeten doorlopen. Toen zagen we hier de bak, we gingen bij de rem, want ze stonden daar te wachten. Ja. Op ons. Ah, jongens, we zijn hier even mensen aan het waarschuwen. Zo, jongens, we hebben weer even wat mensen gewaarschuwd. Want zaterdagen natuurlijk, en vooral nu, begin december, dan gaan mensen natuurlijk volop naar België om vuurwerk te kopen. Dus we hebben hier even wat mensen gewaarschuwd van... Kijk uit, en die mensen wisten er dus niet van. Dus wij hebben weer een goede daad verricht. Want heel eerlijk gezegd, kijk, illegaal vuurwerk is illegaal natuurlijk. Ja, dus nitraten en zo snappen we, maar... Precies, maar heel veel mensen kopen ook gewoon legale F2-cakes hier, weet je. En die worden dan gepakt op het feit dat ze te veel kilo bij zich hebben. Ja, maar ja, je zou maar Thunder Kings of rotjes of Romeinse kaarsen meenemen. Dan ben je ook gewoon de lul. Ja, dan ben je gewoon de shark. Ja. Dat is gewoon illegaal vuurwerk. Dus wij gaan hier even kijken, want die gast hier zei net dat er dus Nederlandse politievrouwen hier aan het posten waren in de auto's. Dus dat willen we ook even op beeld hebben. Plus, waar het dus om gaat in deze video, is dat we heel veel mensen daar even gaan waarschuwen. Dat kan echt niet, man. Nee. Al die auto's die werden gecontroleerd. Ik zag ook een kerel, ik ga dat niet in beeld brengen. Dat kan niet helaas.
Maar die stond echt heel verdrietig bij zijn auto, hè? Ja. Met die Ria Keo blok. En dan rij je dadelijk met je autootje bij de Action daar zo. Ja. Dan staat er een handhaver, kom maar. Want daarom werden wij niet geroepen net. Nee. Dat terwijl we met de Cammy stonden. Ik zat nog te zwaaien naar die vent. Precies, dus daarom werden wij net niet uitgepakt. Maar ja. Deze weg is ook nog dicht. Zo zonde, want maar kijk, er staan zoveel mensen buiten daar, hè, bij Loods. Die moeten echt niet via Gaam rijden, man. We gaan eerst even checken bij de Pyro Shop. En alle mensen die mij gelijk herkennen, die ga ik gelijk even waarschuwen. Ja, jongens, jullie zien het al. Het is behoorlijk druk. Allemaal mensen die gewaarschuwd moeten worden. Overal staat controle natuurlijk. Tunnel King is ook nog volop verkrijgbaar. Deze schijnen ook heel goed te zijn. Vooral die. Maar die Fatboys laten we zeker staan. Vooral nu met die controles, man, Des. Weet je nog die RTC die hier was? Ja, het zijn op dit moment nog Sinterklaas deals, jongens. Zeker. Ze zijn heel nice. Maar ook zoals ieder jaar, jongens, vertel ik het ook. De Tunnel Kings zijn hier wel gewoon te koop. Wel single shot, dus officieel illegaal in Nederland. Maar deze schijnen heel goed te zijn. We lopen nu in de welbekende straat waar je dadelijk Zena hebt. Helaas ligt de straat nog open, dus dat is echt verrot. Maar we gaan ook even kijken bij Loods of het daar druk is. Ik denk het wel. Maar ja, wat heel veel mensen dus niet weten is nog steeds dat die controle er is. We hebben helaas geen mensen gezien die aan Shell bij je is. 5 inch. We hebben helaas geen vrouwtjes gezien die aan het posten zijn. Maar dat schijnt dus wel te gebeuren. Daarom werd onze auto er niet uitgepakt. We gaan zo even checken of die controle nog steeds er staat. Want ik wil het nog wel even zien. Kijk dan, mooi tasje, jongens. Zo zien we heel veel mensen die hier vuurwerk kopen. Het is erg druk. De hele straat ligt open, maat. Hoi. Kijk dan, Ria Keo, jongens. Waar? Die zagen we net bij die controle staan. Waar staat hij dan? Ria Keo, hè? Dit toch? Hier. Oh. Ria? Ik heb wel geen Ria. We hebben even heel veel mensen gewaarschuwd in de vuurwerkwinkels van er staat vuurwerkcontrole. En kijk, ik wil jullie niet ontmoedigen om van het vuurwerk of zo, want het is wel gewoon uniek dat er een keer controle staat, weet je wel. Alleen, het is wel mooi dat we dit een keer op beeld kunnen brengen voor jullie. En ik weet, ja, de vuurwerkwinkels vinden het natuurlijk niet leuk dat wij dit op beeld brengen. Maar dit is wel de realiteit. Ik bedoel, er zijn heel veel jongeren en vaders met kinderen die deze kant op gaan om vuurwerk te kopen. En hoe vervelend zou het dan zijn dat die kinderen al die ouders geven. Hier is bijvoorbeeld ook dolfijn op, dus we zijn nog in België. Staat ook vol. Ja, hoe vervelend zou het dus zijn als je bijvoorbeeld, als je kinderen hun vaders hebben overgehaald om vuurwerk te halen. En dan komen ze politie tegen, weet je wel. Dus hou er rekening mee dat er altijd controle kan staan. En ik raad jullie ook gewoon af om het te doen. Wij doen dat niet. Maar de bedoeling van wat we nu gaan doen is dat ik even terug wil rijden. Want we zijn nu ongeveer 2 uur later, toch, Des? Twee uur later of zo. Even terugkijken of ze er nu nog steeds staan. Want er werd ons verteld in die vuurwerkwinkels van dat ze er vaak dan maar een half uurtje staan. En als ze dan niemand pakken, dat ze dan weer weg zijn. Maar ik heb dat gevoel niet. Waarom? Omdat we waren daar al een uurtje of 10:30. Ja. En klopt. Toen al stond die controle er. En waarom zouden ze nu weggaan? Het wordt juist nu druk in België. Ze zijn er in ieder geval heel vroeg bij, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Ja, precies. Dus, het is nog maar de vraag of ze er staan, maar... Ja, als ze er staan, dan gaan we de auto neerzetten. Nou, volgens mij zou het hier zo al moeten zijn. Nou, bij Gaan daar zo, man. Ja, maar hier ook bij het restaurant, toch? Nee, niet bij dit restaurant. Nee, zeker. Nou, wel bij de volgende dan. Nou, daarnet stond er dus hier controle. En ik heb het gevoel dat ze er nu niet meer staan hier. Nee, man. Nou, oh, jawel. Hey. Ja, zie je? Ze zijn er nog. Jij hebt echt scheid, hè? Jij filmt gewoon op die politie. Ja. Nu hebben we gewoon politie achter ons. Oeh, hij rijdt echt dicht achter ons, gek. Ja, blijf inderdaad maar even filmen. Niet naar mij per se, maar gewoon naar de weg. Hebben we echt niks? Nee. Ja, ik weet nooit of ik ineens een Tunnel King in mijn zak heb gedaan. En dan nog. En toen gingen we hier net naar rechts en toen
stonden ze hier allemaal te controleren, maar ze zijn weg. Dus dan hebben ze toch gelijk gehad, zie je? Ze zijn weg. Ja man. De controles zijn weg jongens. Ja, jullie hebben het net nog kunnen zien. Hier stond net inderdaad controle, dus...